Bianca en welkom bij deze extra video. En nu zie ik je denken een extra video. Ik verwacht eigenlijk een weekvlog. Dat klopt. En hoe dat komt, leg ik uit in de weekendvlog die woensdag online komt. Dus kijk daar even naar voor verdere uitleg. Maar voor nu een extra video op deze zondag. En dat wordt de 25 levensvragen. Ik heb gewoon gezocht op internet naar tags en kwam op deze uit en vond hem wel heel leuk. 25 levensvragen die ik voor jullie ga beantwoorden. Ik kijk af en toe een klein beetje opzij, want mijn computer staat hierachter en daar heb ik de vragen op staan. En vraag 1 is, hoe ziet de homescreen van je telefoon eruit? Dat kan ik jullie even laten zien. Die ziet er zo uit. En ik heb daar de apps op KPN TV. Gebruik ik nooit. Geen idee waarom die daar staat. De Rabobank app. Mijn bankieren app. Storytel heb ik jullie al vaker over verteld. Gebruik ik heel graag. Podcast app. Podcast luister ik ook heel graag. Al mijn berichten apps. Dus Messenger. Maar ook mijn sms. Die praktisch niet gebruikt wordt. En WhatsApp. Dan alle Google apps en daar gebruik ik vooral YouTube en Gmail van. Mijn kalender, dus mijn agenda. Spotify. Mijn food app die ik nu gebruik met afvallen. Wat spelletjes. Nieuws en weer apps. Nu.nl en Buienradar en zo. En dan mijn social media apps. En eigenlijk zijn dat vooral Instagram en Facebook. Maar ik heb ook Twitter. Ik doe er niet zoveel mee, maar kijk er wel eens op. En ik heb ook een Etsy app die daarbij staat. Je gaat naar een kroeg of café. Wat bestel je dan? Als ik iets niet alcoholisch bestel, is dat vaak cola light. En als ik iets wel alcoholisch bestel, is dat droge witte wijn. Welk woord gebruik je echt te vaak? Nou, volgens mij is dat super of zoiets. Ik weet het eerlijk gezegd niet. En daarom wil ik jullie eigenlijk vragen deze vraag voor mij te beantwoorden. Want jullie kijken mijn vlogs. En als het goed is, horen jullie dan ook welke woorden ik vaak gebruik. Dus nou, laat het me weten in de comments hieronder. Welk woord gebruik ik echt te vaak? Wat is je favoriete film of serie? Mijn favoriete film is Dirty Dancing. Die heb ik echt al 100 keer gezien. En kan ik ook bijna helemaal meepraten van begin tot eind. Ja, vind ik echt een geweldige film. Een favoriete serie heb ik niet echt. Ik ben vooral van de Nederlandstalige series, moet ik eerlijk zeggen. Maar Call the Midwife heb ik pas helemaal gekeken. Tenminste, voor zover het nu op Netflix staat, vind ik ook helemaal geweldig. Dus series kijk ik wel heel veel en heel divers. Films kijk ik gewoon wat minder. Wat is je guilty pleasure op het gebied van televisie? Ik denk dat is We Zijn Er Bijna. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dat is een programma van Omroep Max. Nou vind ik zelf, ook al voel ik nog niet als doelgroep, dat Omroep Max hele leuke programma's heeft. En We Zijn Er Bijna is een programma waarin een hele groep, eigenlijk al wat oudere mensen, het zijn vaak gepensioneerde mensen, met hun camper of caravan een rondreis gaan maken. En die worden door Omroep Max gevolgd. En dat vind ik echt een leuk programma en dat is wel echt mijn guilty. Wat is het laatste liedje dat je hebt geluisterd? Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik niet heel vaak liedjes luister. Ik heb altijd meer een podcast of een luisterboek opstaan. Dus ja, die vraag moet ik jullie eigenlijk het antwoord op schuldig blijven. Omdat ik dat niet zo goed weet. Want dat laatste liedje wat ik heb geluisterd zal ongetwijfeld op een radio staan zijn die ergens aan stond. En daar heb ik dan niet op gelet. Maar ik luister niet zo heel veel muziek, moet ik eerlijk bekennen. Naar wie was je laatste appje? Dat was naar mijn moeder om te vragen of ze de foto van mijn zus wilde doorsturen, want we hebben vanochtend haar trouwjurk opgehaald. Dus ik ga jullie die foto dan ook niet laten zien, want dat is gewoon geheim. Maar dat was mijn laatste appje.
aan mijn moeder. En mijn moeder heeft daarna de foto naar me teruggestuurd. Wat was je eerste e-mailadres? Volgens mij was dat biancapostma25@hotmail.com. Het was in ieder geval een hotmailadres, dat weet ik zeker. Want ik woonde nog thuis en ik had pas mijn eerste provideradres, zeg maar, toen ik op mezelf ging wonen. Dus het was een hotmailadres en volgens mij was het biancapostma25. Ik weet het, want ik was toen 25, nee, ik weet het niet. Maar zoiets was, ik weet zeker dat het een hotmailadres was. Die ik nu ook niet meer gebruik. Waar kun je je enorm aan ergeren? Ik ga aan zoveel dingen, wou ik zeggen. Aan bepaalde geluiden kan ik me heel erg ergeren. We hadden bijvoorbeeld gisteren hier, ik heb het al eerder een keer verteld, er zijn hierboven nieuwe mensen komen wonen. En natuurlijk moeten die verbouwen en dat maakt herrie. Maar sommige geluiden, net zoals gisteren, leken ze wel iets aan het slijpen te zijn op het balkon. Ik denk dat ze stenen of tegels of iets aan het slijpen waren. En dat is dan met zo'n heel irritant piepje. Nou, aan dat soort geluiden, daar kan ik me echt... ballonnen is er ook zo een. Dat is misschien nog wel een beter voorbeeld. Als ik ergens kinderen met ballonnen aan het spelen zie, dan krijg ik al zo'n heel ergerlijk gevoel. Want ik vind dat zo'n rot geluid. Wat is je favoriete dag van het jaar? Vind ik moeilijk, want ik heb er meerdere. Maar ik denk toch dat ik voor mijn verjaardag ga kiezen. Omdat ik dat echt... Ik vind het superleuk om jarig te zijn. En ik denk dat ik dat echt wel de leukste dag van het jaar vind. Wat is je favoriete emoji? Nou, als je kijkt welke ik het meest gebruik... Ik zal hem gelijk even op stil zetten. Als je kijkt welke ik het meest gebruik, dan is het... die met dat hartje uit zijn mond. Ik kan het nu even niet laten zien, want ik wil geen appjes laten zien. Maar die met dat, die smiley met dat hartje, zo kusjeshartje, die gebruik ik het meeste. En voor de rest, ja, ik kijk er eerlijk gezegd nooit zoveel naar. Dus ik denk dat dat mijn favoriet is, omdat ik die het meest gebruik. Katten of honden? Honden. Ik ben opgegroeid met honden. Wij hebben thuis vroeger 2 honden gehad. Niet tegelijkertijd, maar na elkaar. En de laatste hond is overleden toen ik het huis al uit was. En ik heb zelf nooit honden gehad. Omdat ik het gewoon hier zielig vind. Ik woon boven en ik werk de hele dag. Maar katten heb ik gewoon nooit zoveel mee gehad. Utrecht of Amsterdam? Nou, ik kom uit Den Haag, dus, maar jammer genoeg staat die keuze er niet bij. Dan kies ik voor Amsterdam, omdat dat voor mij gewoon iets bekender klinkt. Utrecht heb ik niet zoveel mee, Amsterdam ook niet per se, maar volgens mij is Amsterdam wel een leuke bruisende stad. Dus Amsterdam. Koffie of thee? Koffie. Al zou je dat niet zeggen de laatste tijd. Ik ben natuurlijk een enorme theeleut geworden sinds ik aan het afvallen ben. Maar zonder koffie de dag beginnen, dat is voor mij echt een no-go. Ik moet 's ochtends koffie hebben. En zonder thee zou ik eventueel nog wel kunnen. Dus daarom moet ik voor koffie kiezen. Serie of film? Nou, daar hebben we het net wel even over gehad. Absoluut serie. Engeland of Amerika? Ook beide nog niet geweest, maar ik kies voor Amerika omdat er in Amerika allerlei Disneyparken zijn waar ik ongelooflijk graag naartoe zou willen. Ik ben een groot Disney fan en ben al veelvuldig in Parijs geweest, maar ja, parken in Amerika staan echt nog wel op mijn bucketlist. Vlees of vis? Ja, vlees. Ik begin de laatste tijd wel steeds meer een beetje te vroegen dat vlees eten. Want ja, je hoort steeds meer hoe slecht het eigenlijk ook voor het milieu is. En hoe slecht het eigenlijk voor ons is. Maar ja, ik ben gewoon echt een vleeseter. Drank of drugs? Nou, drank. Drugs heb ik nog nooit gedaan.
Spice Girls of Backstreet Boys, die vond ik wel echt heel leuk. Want ik ben in 1980 geboren. Dus in de jaren 90, wanneer deze twee bands populair waren, was ik echt een beetje een puber. En echt zat ik er middenin. En ik kies voor de Backstreet Boys, omdat ik daar echt een groot fan van was vroeger. Spice Girls vond ik ook wel leuk, maar nee, absoluut de Backstreet Boys. Bert of Ernie? Ernie. En dat komt omdat, dat weet ik eigenlijk niet zo goed hoe het komt, maar ik kan me herinneren dat ik als kind zijnde, als ik dan naar Bert en Ernie keek, dat ik me meer concentreerde op Ernie dan op Bert. Omdat ik Bert altijd een beetje bazig vond en een beetje chagrijnig. Dat vond ik nooit zo leuk. Buurman of buurman? Grappig genoeg, volgens mij is dat ook al een vrij oude serie. Ik heb geen idee hoe oud precies. Maar ik zelf heb buurman en buurman nooit echt gezien als kind. Ik weet, mijn oudste neefje was of is er helemaal gek op. Dus met hem heb ik wel eens wat filmpjes gezien. En dan weer vind ik die met dat platte hoofd leuker dan die met dat puntige hoofd, zeg maar. Ik heb iets, net zoals bij Bert en Ernie, ik heb denk ik iets tegen punthoofden of zo. Geen idee. Sesamstraat of Villa Achterwerk? Sesamstraat. Ik ben geen VPRO-kind. Dat ja, was bij ons thuis gewoon niet, werd niet zo opgezet voor mijn gevoel. Ik ken Villa Achterwerk wel. Ik heb er wel wat dingen van gezien, maar nee, we keken het praktisch nooit. En Sesamstraat keek ik altijd. Het meest random feitje over mezelf. Wat is het meest random feitje over mezelf? Dat ik heel bang kan zijn. In het donker, op straat, als ik alleen ben. Ik heb er niet vaak last van, maar als ik zo'n aanval heb, kan ik mezelf echt helemaal gek maken. En de belangrijkste levensles die je tot nu toe hebt gehad, dat is toch wel volg je eigen gevoel en volg je hart. Ga er niet, let daarbij niet op wat anderen van je vinden of ervan vinden. Als jij een sterk gevoel hebt bij iets, dan is dat reden genoeg om het wel of niet te doen. Nou, dit waren de levensvragen van de levensvragen tag. Ik vond hem super leuk om te doen. Ja, laat hieronder jouw antwoorden ook even onder. Of de antwoorden die je wilt delen. Want dat vind ik wel heel leuk om van jullie ook te weten. In ieder geval wil ik van jullie graag horen wat nou mijn stopwoordje is. Ja, nog even een kleine disclaimer op deze video. Het licht is niet bijsterbest zoals je ziet. Maar het is een hele zonnige dag. En ik had heel veel zin om deze video op te nemen. Dus heb ik het gewoon zo gedaan. Ik denk wel dat het uiteindelijk goed te zien is. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je heel graag weer in een volgende vlog of video. Doei doei!